Goedemiddag allemaal, welkom bij een nieuwe video op ons YouTube-kanaal. Zoals jullie net gezien hebben, heb ik heel wat shots gemaakt met Pieter. Pieter is nog altijd hier. Daar, joh. En natuurlijk, we zijn al heel dag bezig. We hebben even een beetje fuel nodig, niet alleen voor de auto, maar ook voor onszelf. En we zijn daarom bij de Mackie. Oh, dat is al vies lang geleden dat ik McDonald's heb gegeten. Half. Oké, toch nog zo één pootje zo. Toch een beetje krek. Zoals jullie zien, ben ik vandaag thuis, maar niet alleen. Nekje is ook hier. Yo. Nekje toch. En weet je wie nog hier is? Hallo, ik ben ook hier. Tati. Maar nu wel alleen ben. Ja, dat is waar. En ik heb een beste vriend. Kom. Dat kan maar. Ja, het is echt. Ja, gek van. Mauw. Sheldon heeft het voor de jongens. Die moet altijd bij de jongens rondhangen. Hè? Ja, altijd. Dat is heel gek. Ja. Ja, maar altijd gaat hij bij jongens. De boys. We werken thuis vandaag. We hebben er straks nog een meeting met een klant gehad. Waarvan wij de social media pagina's gaan overnemen. Dat is een bedrijf die zelf geen tijd heeft of zelf geen kennis genoeg heeft van sociale media. Dus daar gaan we de Facebook pagina van overnemen. Instagram en zelfs Pinterest. Dus dat is een beetje wat wij doen voor andere zaken. Maar als er hard gewerkt wordt, heb ik wel een hongerke. Dus ik ga een appeltje nemen. Kan nog iemand een appeltje hebben? Ja, oké. Ja. Oké, we hebben nieuwe appeltjes, Rocket noemen ze. Ze zijn wel heel kleine, maar dat is lekker. Goed als snack tussendoor. Je kunt ze vinden in Delhaize en waar nog? In de Carrefour. Delhaize en Carrefour, ah, oké. Okay. Tali? Nick? Jokes. Jokes, hallo. Ondertussen zijn we een tijdje verder. Zitten we in de zetel. We hebben onze chillkleren aan. Chill kleren. Yes. En we ook pas gedoucht. En we eten. Soep. Pompoensoepje. Soep van Loep. Lekker. Heel lekker. Welke is het? Pompoen. Of butternutpompoen. Butternut, ja. Alleen butternutpompoen of nog iets? Echt alleen butternutpompoen en kruiden. Het is wel echt lekker. Dat is wel, ja, boterig wat ik zeg maar. Kruimerig. Ja, dat is een kruimerig. Ja, butternut heeft dat wel zo. Die is zo zacht, crème. Smaakje. Ja, kan het niet uitkrijgen. Met de beste soepmaker die ik ken, zullen. Ja, ik ken ze toch niet veel, denk ik. Ja. U en mijn mama en uw mama. Ja, en bent u mijn beste? Ik vind u het beste. Maar toch, goed dat je me de beste bent. I like it. Schattig van. En we zijn Lily en Marleen aan het kijken. Dat is kei lang geleden. Maar jij kijkt dat vroeger heel veel, hè? Ik kijk dat nooit. Ik heb alles al gezien. Met mijn ouders. Alle afleveringen? Ja, ik keek dat echt altijd met mijn ouders. Ik niet. Ik keek dan soms op de Kotmadam of zo, dat is ook zo'n beetje dezelfde stijl. Ja, Lily en Marleen is misschien nog zoiets. Ding is er zo meer over de top of zo. Ja. Zo maar, drogere humor. Ja, droger, maar het enige grappige is dat dat zo heel platte
platte taal is altijd, dat vind ik wel grappig eraan. Dat was shit, maar jij kijkt altijd met je papa, hè? Ja, mijn papa en mijn mama allebei, die vonden dat echt geweldig om te kijken. Heb je niet een DVD-box zelfs? Ja, we hebben alle DVD-boxen. Oh, chic schatje. Alle DVD's. En vroeger als ik ziek was, dan keek ik er dan naar uit als ik thuis mocht blijven. Allee, ja, als ik ziek was, bleef ik dan thuis. En dan keek ik Lily en Marleen heel tijd. DVD-box. Oh, cute. Good story, Thalisa. Good story. Zullen we verder chillen in de zetel? Ja, gaan we doen. Dan gaan we de vlog hier afsluiten. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Ja, hopelijk vonden jullie ook de car shoot, of wat is het, de video edit. Vonden jullie dat cool? Laat even weten in de comments wat jullie daarvan vonden. Ik vond het heel cool. Het is nog eens iets anders. Hè. Om de zoveel tijd probeer ik wel zo'n een video te maken. Ik vind het wel fijn om te doen, maar dat steekt wel veel. Heel veel tijd. Veel tijd, want je zit de hele namiddag zit je aan het shooten en dan nog aan het editen de hele tijd. Maar ik vond het ook wel heel goed gedaan. Oh, ik vind het heel mooi. Het is complimentjesdag vandaag, zo. Ja. Echt waar. Altijd bij ons. Ja, dat is waar. Te veel. Ja, dat is toch nodig ook. Mm-hmm, dat is waar. Ja, dat is goed. Om elkaar complimenten te geven. Ja, als je iets goed hebt gedaan, mag je dat toch weten. Mm-hmm, dat is waar. Voilà, op deze positieve noot zullen we de video afsluiten. Dus zeker thumbs up. Yes. Sam zijn autovlagje. Yes, en als je nog niet... Oh, zeg. Dit wel bijna. Als je nog niet geabonneerd was, doe het dan nu. En wij zien jullie heel graag terug. Morgen!